Nou, goeiedag. Ik ben er weer, Diederik FPV, mijn wekelijkse rubriek waar ik reviews doe voor FPV aangelegen zaken. Nou, deze hebben we natuurlijk in een vorige review al bekeken. Dus die imitatie, is dus die clone van die Trident van Tomoquartz. Dat lijkt er in de verste verte niet op. Er is ook een hele dunne stand-offs op en zo. Nou, in ieder geval, ik heb deze gediedirect een beetje kleur gegeven. Zwart is zo saai, zo, voor gewone FPV-jongens, zeg maar. Hè? De proletarische FPV's. Nou, dit is fantastisch mooi geworden, vind ik zelf. Een beetje dat zilver wat zo'n beetje mooi doorheen schijnt. En ik was ook bezig ben ik met deze ook gediedirect een beetje, ook wel een beetje kleur gegeven. Een beetje paars, met zilver was helemaal zwart ook. Ja, ik weet het zelf ook niet. Ik probeer ook maar iets ervan te maken, zeg maar. Een beetje creativiteit vrije loop laten. Je ziet er best wel, ik ben er best wel tevreden over. Ik moet zeggen, als je gaat kijken, ik heb hem hier op Facebook, zie je? Diederik Mövenpick. Mövenpick met O-E en C-K, kan je zien. Nou, hier heb ik hem. En wie vindt hem ook mooi? Kan je hier zien? Albert Kim. Zie je dat? Ik kan even focussen. Albert Kim, zie je dat? Van de review. Daar maak ik ook allemaal reviews. Door hij mij geïnspireerd om ook reviews te gaan maken. Dus vandaar dat ik dit doe. Nou, deze week wil ik eigenlijk even dit frame wil ik laten zien. Het gaat een hele korte review worden. Deze heb ik ook gediedrukt. Die is ook helemaal zwart. Ik heb hem een beetje Ferrari rood gemaakt. En dan lijkt het wat sneller als dat het in werkelijkheid is natuurlijk. Dus met die Ferrari's ook zo. Deze dingen gaan helemaal niet zo hard. Maar als je zo rood maakt, dan het een hele andere indruk natuurlijk. Nou, het is een leuk framepje. Ziet er goed uit. Het is een 3 inch kan erop. 3 inch, ja. En het is een stretched X. Nou, die kom je niet vaak tegen in deze maat. Dus daarom had ik hem ook gekocht. Maar ik wilde dus die HGLRC, deze stack, zeg maar. Een heel populaire stack. Die wilde ik erin zetten. Maar nou is het probleem. Kijk, je hebt dus die stand-offs hier. En dit past dus gewoon, past er niet in, zie je? Dus die ESC's, die onderste plank, die past er niet in, zeg maar. Ik heb dat met die Thaise vrouwtjes ook al gehad op vakantie, dat dat ding er gewoon niet in past, omdat die vrouwtjes zo klein zijn. Maar, ditzelfde probleem treedt hier nu ook weer op. Dus kijk. Het past gewoon niet. Dus, en ik kan je denken, nou oké, dan doe ik hem overdwars, net als bij Chinese vrouwen. Maar dat werkt ook niet. Kijk, omdat hij hier dus die accu-aansluiting, zeg maar, die steekt uit. En hier ook dat dingetje voor de capacitor, de, ik weet niet wat het Nederlands voor, de condensator. Ja, de condensator. Nou, dat past dus niet, dus dit past hier gewoon niet in. Zie je dat? Dus met geen enkele mogelijkheid kan je een HGLRC-bord inzetten. Dus je moet iets anders kiezen. Het is heel triest. Het was een heel mooi frame. Sportief vind ik zelf. Dus ik dacht zelf dat ik... Ik heb hier ook zo'n ander ding. Waar is het? Ik heb hier de Emax. Emax Baby Hawk. Nou, dat is echt niet voor baby's gemaakt. Misschien dat je er baby's mee kan maken. Maar, het is een enorm snel ding, voor het is 2 inch. Ja, uiteraard kunnen die motoren veel meer aan als zo'n klein klotenpropellertje wat er nu op zit. Er zit wel een flinke pitch op, maar die zuigt je accu leeg als een Thais hoertje. Dus dat schiet ook niet echt op, dus je kan helemaal niet lang vliegen met zo'n ding. Dus ik dacht misschien om deze stack op dit frame te zetten, want dat zal waarschijnlijk wel passen. Even kijken. Ja, want qua breedte zal dus best wel gaan lukken. Maar die HGLRC dingen, die passen er niet in. Dus ik wil alleen even zeggen, koop geen HGLRC stack als je dit frame wil gebruiken. Ja? Het is een heel mooi frame, kan je heel mooi diedrukken. En je ziet het, het ziet sportief uit, maar ik kan hem dus niet gebruiken. Ik moet eerst een andere stack kopen. Voordat ik hem erin kan bouwen. Maar ga eerst deze afmaken. En hier moet nog een flightcontroller in en een VTX. En ik had ook een camera gekocht, paarse camera, die heel mooi uit. Maar je kan de onderkant van die camera, zie je dat? Die steekt, ja, er zit zo'n dingetje. En daardoor kan hij niet kantelen. Dus ik ken het ding, staat in
Ik denk 30 graden zo. Ja, zoiets van 30 graden. Maar je kan hem dus niet verstellen. Dat is heel jammer. Ik kan hem niet verstellen. Maar ja, goed, het gaat natuurlijk om het esthetische aspect. Hè, als je zo'n ding bouwt. Dus nou ja, voorlopig laten we het zo. Misschien dat we later een andere camera erop zetten. Maar vooralsnog gaan we deze eerst afmaken. En dan hoop ik met de volgende Digirec FPV. Ja, hoop ik dat te kunnen laten zien. Nou, dus nogmaals, jullie kunnen mij vinden op Facebook. Dieterik Meuwenpik. Ik kan dan ook dat mooie icoontje zien van die hexacopter die ik gebouwd heb. En Albert Kim, zie je dat? Albert Kim, die vinden we ook mooi. Dus nou, gaan door zo, want het moedigt natuurlijk alleen maar aan. Nou, dit was Dieterik FPV. Tot ziens.